Hij startte zijn eerste onderneming, Boedelbak, samen met zijn neef toen hij nog studeerde. Vandaag de dag is hij commissaris bij de Shared Stories Group, waaronder WBK-uitgevers Bruna en Bookchoice vallen. En hij is mijn gast, Wiet de Bruin. Wiet, van harte welkom. Dank je wel. Jij moest even nadenken, het waren drie namen die onder de Shared Stories groep vallen. Hè? Ja. Ik ben jouw LinkedIn-profiel gaan bekijken. Dat is een heel uitgebreid profiel. Heb je werk aan besteed? Klopt. Ja, dat zijn het, in meer, ik zie er meer die het niet doen dan die het wel doen. Dus dat is een bewuste keuze van je geweest. Dus dank daarvoor. Maakt het als presentator heel prettig om eens even te kijken wat jouw verhaal is. En daar kwamen eigenlijk drie dingen in jouw omschrijving terug. En die wou ik eigenlijk als kapstok gebruiken voor het gesprek. Dat is entrepreneur, publishing en media expert. En de laatste, dat is de cliffhanger, want daar gaan we zo meteen over beginnen. Maar dat is, die vond ik zo mooi, on a mission to transform businesses through consciousness. Yes. Dus nou, daar gaan we het straks over hebben. Maar laten we eens met die entrepreneur beginnen. En dan wou ik maar meteen beginnen met de Shared Stories Group. Want de Boedelbak, dan heb ik zoiets van, nou, dat moeten mensen maar googlen. Dat verhaal vind ik wel een beetje uitgekoud, maar daar is het wel ooit mee begonnen. Ja. Maar vandaag de dag, wat is jouw rol bij de Shared Stories Group op dit moment? Ik ben inderdaad commissaris en ik ben mede-aandeelhouder. Oké. Okay. En wat, ben je dan veel tijd mee kwijt? Ja, ik ben natuurlijk nog steeds heel erg betrokken. Ik kom natuurlijk vanuit de uitgeverij, dus daar heb ik ook nog steeds mijn contacten. Dus soms vragen ze me nog om iets te doen of ik kan helpen. Klinkt als een bescheiden rol. Het is een bescheiden rol. Ja? Ja, ja, ja. We hebben een hele goede CEO, Stefan Hutten. Ja. En een hele goede groep mensen die daar werken en die doen het. Laten we eens langs die drie. Wat is er zo leuk aan? Want je bent in de loop der jaren wel, je naam is wel verbonden aan het uitgeefvak, hè? Best wel. Ja. Wat is er zo mooi aan het uitgeefvak? Ja, het is een fantastische combinatie van met mensen bezig zijn, gepassioneerde mensen die met een onderwerp bezig zijn of die auteurs begeleiden. En ondernemerschap. Er moet er ook een goede financiële basis zijn. En dat maakt het heel, heel bijzonder. En het is in beweging. Dat vind ik ook zelf fascinerend. Ja? Behoorlijk in beweging. Het is behoorlijk in beweging. Ja. En dat is, daar krijg ik heel veel energie van om te kijken, om te experimenteren, om te ervaren, om volgende stappen te maken. Als het gaat om die volgende stappen, toen je daar nog, want je hebt ook de CEO-rol gehad, hè, binnen Shared Stories Group. 7 jaar. En met name VBK. Als we dan even terugkijken, en zonder daar nou heel uitgebreid op in te gaan, hè, maar dat is alweer een paar jaar geleden gedoe geweest. Hè, met Atlas Contact met name, onderdeel van VBK. Waar, zeg maar, een conflict optrad met de uitgeefdirecteur, die uiteindelijk ook vertrokken is, Missie van de Pluim. Is dat een zwarte bladzijde voor jou, als je terugkijkt? Het was een hele intense periode. Ik vond het heel vervelend, omdat we ook met de auteurs. Die waren boos. Die waren boos. Ja. Nou, ik heb het zelf. Het contact ben ik aangegaan met de auteurs. We hebben erover gesproken, we hebben openheid gegeven. En toen is eigenlijk ieder zijn eigen weg gegaan. Dus Mietje van der Pluim en wij. En het is alweer 2 jaar geleden. Ja. En dat is nu. Zoals het is. Het is wat het is. Is het lastig om commercie en idealisme te combineren? Als ik naar die situatie kijk als buitenstaander, hè, dan ontstaat er vrij snel het beeld van, oh, wij zijn met de inhoud bezig, lees wij de auteurs. En er was gedoe over aandeelhouders en nieuwe aandeelhouders die erin binnen zouden komen. En dat waren dan maar de geldwolven. Ik sla het even heel erg plat. Maar is het lastig om met die twee elementen te werken? Ik denk in zijn algemeenheid juist dat het elkaar enorm kan versterken. Even los van dit geval. Ja, ja. Geloof ik heel erg in en-en. Ja. Dus idealisme, gedrevenheid, passie. Ik heb het zelf ook. Om weer een stukje bij te dragen aan een betere wereld. Ja. En dat wil ik zoveel mogelijk. Dus hoe meer mensen, hoe meer lezers we kunnen bereiken, hoe beter het is. En ook, dat is ook goed voor een. Financieel is dat ook goed. Ja, dus het hoort er allebei in. Het hoort erbij. En financiële waarden geeft ook een focus aan. In plaats van dat je alleen maar idealist bent. Dus het is een en-en voor mij. En dan toch even, want je zegt de wereld beter maken. Zat dat er al in toen je met de Boedelbak begon eigenlijk? Om toch even een stapje terug te nemen? Of? Nou, eerlijk gezegd zat daar ook een stuk in van, ik wil laten zien wat ik kan.
Dus er zat ook wel iets van een frustratie of zo. Want waren er mensen die dachten dat je niks kon? Of, het zat in mezelf. Ah. Het was gewoon in mezelf. Ik zal eens even laten zien wat ik kan. Daar was het ook en. Het is natuurlijk ook gewoon, wat kan je nou leuker doen dan ondernemen? Ja. En dus dan zelf iets creëren. Dus het was allebei. Ben je snel vermogend geworden? In die zin dat je financieel onafhankelijk was? Is dat met Boedelbak al gebeurd of nog niet? Ja, het is eigenlijk met Boedelbak voor een stukje. Ja. Daarna heb ik natuurlijk Van Dijk ja. Educatie hebben we gekocht. Dat was een management buy-in. En daar is dat... wat was vroeg, maar op een relatief jonge leeftijd heb ik wel... Dus het financieel in ieder geval geregeld? Ja, financieel geregeld. Heeft dat nadelen? Het is voor mij ook een gek genoeg ook lastig geweest. Want ik heb ook een periode in mijn leven gehad dat ik bij wijze van spreken alles kon. En wat ga je dan doen? Dus wat is dan diep van binnen iets wat ik echt wilde doen? Dus het is ook een periode geweest van zoeken. Mm. En in die periode heb ik veel ervaringen opgedaan om het te vinden, zeg maar. Hoe heb je dat gedaan dan? Nou, ik ben onder andere aan Harvard gaan studeren 2 jaar. Weer als student met allemaal jonge mensen. Dat was een hele goede ervaring, omdat ik dan toen uit het financiële kwam en meer in de gedrevenheid kwam. Dus ik kwam te studeren met allemaal mensen die heel gedreven waren. Die allemaal een eigen onderwerp hadden en die de wereld een stukje beter wilden maken. En je hebt lesgegeven ook, toch? En ik ben leraar. Ik heb 3 jaar lesgegeven. Op middelbare school? Op een middelbare school. Wat voor vak? Economie. Hoe was dat? Wat? Hoe was dat? Ja, dat was... Anders? Dat was heel anders. Ik kwam soms thuis bij mijn vrouw, bijna huilend van... kan ik wel lesgeven en kan ik wel de orde houden? Ja. En tegelijkertijd was het heel bijzonder om ook jonge mensen wat bij te mogen brengen. Ja. Maar toch na 3 jaar ermee gestopt? Ja, het was eigenlijk nog een onderdeel van de zoektocht, ja. Ja. En wat houdt de wereld beter maken? Want je hebt het nu een paar keer gezegd, voor jou in. En wat is jouw invloed daarop? Ja, ik denk even de omdraai die ik gemaakt heb, van ondernemen, dat vind ik lekker, vind ik mooi om te doen. Ook nog die frustratie die erin zat, van mezelf bewijzen. Mm. Een omdraai van heel erg bij mezelf zitten en vanuit mezelf de wereld ingaan. Daarmee verbeter je hem ook al? Nou, daarmee ben ik het. Ja. Zo voelt het. Ja. De wereld. De wereld. Of ik zit gewoon lekker in mijn vel. En daardoor hoef ik niet meer na te denken. En te vanuit mijn hoofd dingen te doen. Maar ik doe het vanuit intrinsiek vanuit mezelf. Ik zat een paar dagen geleden. We hadden SER een bijeenkomst van die ronde tafelgesprekken. En dat ging over hoe breng je meer... mensen met een multiculturele achtergrond, hoe breng je die meer in het bedrijf? Nou, ik vind het verschrikkelijk, dat soort ronde tafelgesprekken, want dan praat je over. En dan denk ik, ja, doe het gewoon. Hè? Dus doe het gewoon vanuit jezelf. En ik weet hoe gaaf het is om met mensen met een verschillende achtergrond samen te werken. Dus dat is mijn bijdrage dan. Ik zeg, joh, laten we het gewoon doen. Wat doe jij, wat doe ik? En we gaan het weer doen. Dus ik vind het fijn om te ombubbelen. Dus vanuit mijn eigen bubbel weer een groeistap te maken. Ik zit ook in bubbeltjes. Ja. En kijk, hoe kan ik mezelf ombubbelen? En hoe kan ik jou, hoe kan ik anderen helpen om ook weer uit die bubbel te komen? En daarmee maak je de wereld een stukje beter. Ja. Het is dus niet zo dat je een hoogdravende missie hebt van ik wil zorgen dat de CO2-uitstoot op deze aardbol met 20% naar beneden gaat. Nee, ik doe het vanuit mezelf. Vanuit mezelf. Wat misschien ook veel realistischer is. Gewoon in het contact met jou, in het contact met anderen. En daar gebeurt het. Het gebeurt hier.
Ja. Niet in plannen maken, ingewikkeld. Word je daarmee een softerik in de corporate wereld of in de zakenwereld? Nou, het is helemaal niet soft. Nee, dat weet ik ook wel. Ja, maar ik kom bij dit, jezelf te komen is ook confronterend. Ja, maar ik kom dit soort betogen niet zoveel tegen. Door als ik naar topondernemers en zakelijke... Ja. Nou, mensen, als ik eerlijk ben, mensen die in hoofd zitten, die vinden het vaak soft. Maar mensen die het zijn, die vinden het helemaal niet soft. En wij vinden elkaar ook. Dus de mensen die het ook hebben, die vinden elkaar. En daar ontstaat heel veel energie. En daar gebeurt iets. Ter plekke. En om maar even een bruggetje te maken, de combi tussen zaken en dit soort onderwerpen. Als we eens kijken naar Bruna. Pas jij dit in je beleid toe? Zeg maar, dit wat je nu... Ik heb ook bij de uitgeversgroep. Mensen die met mij gewerkt hebben, herkennen dit van mij. En die weten dat. Dus ik pas het ook toe. Als wij met het managementteam op de hei zitten, dan ben ik heel erg geïnteresseerd in jou, in jouw levensverhaal, in wat jou drijft. Want daar geloof ik in. Daar zit het. Ja. En daar zit ook, dat maakt ook een bedrijf. Mensen maken een bedrijf en als het echt is, zit daar ook het succes. En daarom toch, hè, niet om erover door te akkeren. Want daar verbaasde mij zo die Atlas contactcase. Dan denk ik, want ik ken jou niet zo goed, maar ik heb je nu een paar keer ontmoet. En met name ook ben ik getriggerd door dit verhaal. En dat was ook een van de redenen waarom ik je wilde uitnodigen. En dan zat ik een beetje te researchen op. En dan ook zo'n missie van de pluim. Ik denk van, dat is ook gewoon een hele begeisterde vrouw, volgens mij. Ik ken haar niet persoonlijk, heb haar nooit ontmoet. Maar wat ik er zo uithaal. En ook die auteurs. Ja, het zijn natuurlijk ook gasten die... En ik denk van, waar ging het dan mis? Want jij bent helemaal niet zo'n de geldwolf en de bestuurder. En die dan een conflict krijgt. En zoals je wel een beetje geschetst werd ze nu en dan in artikel. Nogmaals een paar jaar geleden. Maar wat is daar dan misgegaan of zo? Of gaat het gewoon soms niet? Ja, het kan ook. Ik houd het altijd bij mezelf. Hè. Meer. Dus het gaat om... ik had misschien al in een eerder stadium moeten kijken van... ik kan het bijna niet uitleggen, maar mijn zoon zou zeggen, zeg het maar gewoon. moeten kijken wat ieders missie was eigenlijk. En ik denk dat daar zit hij, denk ik. Waardoor je in een eerder stadium er nog wat rustiger over had kunnen praten. Ja. En op een gegeven moment was dat stadium voorbij. Ja, en dan loopt het op een gegeven moment gewoon fout. En dan doen ze het toch gewoon zo lopen als het gelopen is. En uiteindelijk denk ik best goed, hè? Want er zijn weinig slachtoffers uiteindelijk. Ja, heeft wel pijn gedaan. Ik denk dat we allebei ondernemer zijn. Ja. En ze heeft een eigen uitgeverij is begonnen. En Prachtige naam. Met een prachtige naam. Ja, dat vond ik dan wel weer mooi. Ja. Genoeg daarover. Bruna. Even, Bruna. Hoe gaat het met Bruna? Retail... Ja, allemaal niet goed en alles. Ik loop door winkelstraten. Ik woon zelf in een middelgroot stadje. En denk, nou jongens, dat is een hoop leegstand. Ja. En online zijn een paar grote echt spelers die hele markt roelen. En dan zit jij daar met een hele zootje winkel. Er een heel groot verhaal van. Ja, maar het is best... Nou, Laksus, het is een spannend... Het is spannend. ...project, Bruna. Maar hoe gaat het daarmee? Het gaat de goede kant op. Ja? Ja. We hebben... er is veel gebeurd. Ja. Dus we hebben ook veel gedaan... een nieuwe winkelautomatisering. Okay. We hebben net een nieuwe website gelanceerd. Dus de, zeg maar de multi-channel, wat onze missie is dat we de auteur verbinden met de lezer. De lezer moet ons op verschillende platforms kunnen vinden. En ook het online is nu een stuk verbeterd. Maar is dat genoeg? Online is een stuk verbeterd? We hebben veel. Bijvoorbeeld kan je nu, als je... je kan dus nu... hoeveel procent, denk je, van de mensen die online bestellen... halen op in de winkel? Ja, het zal wel weer veel meer zijn als dat... Wat denk je? Ja, weet ik veel. 30%. Dus 40-50%. Dus wat je ziet, is dat steeds meer mensen ook toch weer naar die winkel terugkomen. Dat heb je ook afgelopen kerst gezien. Ja. Het liep ook een beetje vast online. Dus mensen willen toch ook in hun buurt gewoon ophalen in de winkel. Nou ja, wat Coolblue natuurlijk nu heel duidelijk aan het doen is met fysieke plekken. En dat is natuurlijk jullie voordeel. Jullie hebben een fysieke presence. We hebben 300 winkels. 300. Het zijn allemaal buurtwinkels. Ja.
Dus mensen die online, nogmaals, die online bestellen, halen ook heel vaak in de winkel op. Kopen dan nog wat meer in de winkel. Dus we zijn goed bezig. Ik denk dat er ook weer een balans komt tussen alleen maar... We dachten even dat het alleen maar online zou worden. Dat we allemaal online zouden kopen. Maar er komt ook weer een beetje balans in dat we weer midden uitkomen. Okay. En ik zag even, de winkelformule is ook wat aangepast. Hè? Dat, tenminste, hoe het eruit... We zijn nu aan het experimenteren ook voor nieuwe soort winkels. Dus dat je ook op genregebied kan kopen. Dus vroeger was het tijdschriften, boeken en kantoorartikelen. En nu heb je ook eilanden waar je kan zeggen, nou, vrije tijd, sport. Ja, ja, ja. Draait het groene cijfers, Bruna? Nee, nog niet. Maar we hebben een enorme stap daarin gemaakt. En we hopen echt dit jaar in de zwarte cijfers. Okay. Oh ja, zwart. Noem je dat zwart? Ja. Oh, sorry. Groen vind ik ook wel mooi. Is ook mooi. Ja, maar het zijn zwart. Ja. Geen rode. Dan kan ik even kiezen waar ik het nog met jou over wil hebben. Want Book Choice, kun je daar in het kort iets over zeggen? Want ik wil nog een paar andere dingen van jou weten. Ja. Book Choice. Hoe loopt dat? Choice, dat is een uitdaging. Ja, dat is de derde... Dat is de derde tak. Ik denk, maar in iets groter verband... Dat is direct van de auteur naar de lezer. Ja. En we zitten nu op 30.000-35.000 abonnees. Dat is een abonnementsmodel waar je per maand vast bedrag... en dan kun je een aantal boeken lezen. Ja. En nou, dat is oké. Okay. Dat is ook zwarte cijfers met deze aantallen. Maar het is klein. Het is relatief klein en we hadden wel iets meer van verwacht. Dus daar gaan we nu veel meer nog weer op focussen. Wat we hebben gedaan, we hebben natuurlijk toen we Bruna overnamen... dan krijg je opeens dat alle focus naar Bruna gaat. Mm. En minder naar Book Choice. En nu hebben we weer iemand vast op Book Choice. En daar gaan we nu mee door. En je bent vast ook met nieuwe dingen bezig. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik zal jij zeggen, dat is misschien een beetje vaag... Maar ik gebruik de winter voor om ook weer te kijken wat borrelt er in me. Ja. En daar borrelt wel wat. Vertel. Ja, het is... Zeg het maar gewoon, Wiet. Ja, zeg het maar gewoon. Maar heeft dat al een concrete vorm? Ja, het zit hem in die missie, die mensen met gedrevenheid. Mensen die... mijn missie is... Kijken hoe ik ook weer bewustzijn kan vergroten. Omdat dat is eigenlijk wat je in het gesprek al hebt duidelijk gemaakt. Ja, dat is geloof ik. Als ik bewuster word... Ja. Voorbeeld. Ik ben verslaafd aan chocola. 'S avonds. En dan kan ik zeggen, ja, nou ga ik geen chocola meer eten. Maar dat werkt niet. Dus dat werkt even. Dan kan ik een weekje doen. Maar dan kom ik toch weer terug op chocola eten. Dus... Nou, kijken hoe kan ik het in iets groter bewustzijn bij mezelf brengen. Hoe komt dat nou dat ik chocola eet 's avonds? En ik ben erachter gekomen, daar ben ik zo opgewonden nog van de dag. En zoveel emoties nog van die dag. Dat hoopt zich dan op de een of andere manier. En met chocola eet ik het dan weg. Nou, door dat... Unwind je, als het ware. Unwinding, ja. Maar door het dus die... Door de gedurende dag te unwinden, heb ik geen behoefte meer aan chocola. En hoe doe je dat dan, dat gedurende de dag unwinden? Ja, ik doe veel sporten. Ik wandel veel. Ik wandel hier naartoe. Dus veel meer het allemaal op elkaar te proppen. Veel meer ruimte te geven. Ik 's avonds veel relaxter, slaap ik beter en eet ik geen chocola meer. Okay, helemaal niet meer. Dus dat is bewustzijn van... Ja. Hey, hoe werkt dat nou bij mij? Ja. En als ik nu met mijn nieuwe idee... dus mensen hebben die dat ook meer bewustzijn hebben... en die andere mensen bewustzijn kunnen brengen... waardoor het intrinsiek verandert... daar wil ik kijken of ik mee kan doen met die mensen... of ik ze kan helpen, of ik misschien investeren... maar ook... online ze een platform kan geven. Daar ben ik mee bezig. Waardoor ze... Tech, online, bewustzijn... De wereld een stukje beter maken. Daar zit hij. Maar welke vorm het nou gaat krijgen... Geweldig. Weet ik niet. En wat ik ook fijn vind...
is trouwens een heel mooi boek van Michael Singer. Ken je die? Nee. Fantastisch. Die heeft hoe heet het nou? Het heet The Conscious Experiment. Die heeft, is een bedrijf begonnen toen hij 23 was. Ja. Lang verhaal kort. Dat is van een, hij was een programmeur van een heel klein bedrijfje. Heeft hij een miljardenbedrijf gemaakt. Maar niet door zijn wil door te drukken. Maar veel meer door het te laten ontstaan. Dus elke keer zorgde hij weer voor space, voor ruimte. En daar binnen die ruimte ontstond dat. En daar ben ik eigenlijk nu ook mee bezig. Dus ik heb het borrelt nu. Die dingen die ik nu noemde, die laat ik borrelen, laat ik ontstaan. Ik ontmoet mensen. Ja. En daaruit ontstaat het en komt er een vorm. Ergens in het voorjaar, denk ik, of in de zomer, ontstaat er weer een nieuw bedrijf. Voel wat je zegt. Ja. Succes daarmee. En, dankjewel. Misschien kan ik er wel een rol in spelen, wie weet. Graag. Ja, dankjewel voor dit gesprek, Wiet. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar in mijn ogen weer een inspirerend gesprek. Wil je nou meer van dit soort gesprekken zien? Ga dan naar 7dtv.nl of ga naar Spotify. Kun je via onze podcast meeluisteren. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi.